uit uw bedrijf halen. Dat is het motto van Zaken doen met Telematica. Afrekenen. Ja, dat kan. U kan mijn pincode betalen als u dat heeft. Ja, ja? Ja, dat wil ik wel graag. Uw aankopen kunt u tegenwoordig vaak betalen met een bank- of giropas met pincode. Het is voor u gemakkelijk en voor de ondernemer veilig en snel. Nu mag u uw pincode indrukken. Met deze manier van betalen gaan telecommunicatie en informatica hand in hand. Dat is uw bewijs. Tot nu toe. Dank u wel. Veel plezier. Oké, tot ziens. Dag. Wie heeft er nog nooit benzine getankt en daarna betaald met een bank- of giropas en de pincode? Zo betalen is snel gemeengoed geworden en heeft naast het gemak als groot voordeel voor de pomphouder dat er weinig contant geld in de kassa aanwezig is en de administratie eenvoudiger is. Heeft u toch geld nodig, dan kunt u dat opnemen bij een geldautomaat. Geld uit de muur halen dus. U heeft voldoende aan uw bank- of giropas en pincode om contant geld te kunnen krijgen. Uiteraard moet uw saldo wel toereikend zijn. Drie voorbeelden van een praktische toepassing van telematica. Maar wat is telematica nou eigenlijk? Kort gezegd, het samengaan van telecommunicatie en informatica. Telecommunicatie is letterlijk communiceren op afstand. Informatica is het uitwisselen van gegevens. Daar waar deze gebieden elkaar overlappen, spreken we over telematica. In de praktijk is dit eigenlijk communicatie tussen computers. Maar het begint al bij de moderne telefoon. Dat zijn tegenwoordig bijna kleine computers met nummerherhaling, geheugenfuncties, volumiefaciliteiten en wat nog meer. In tegenstelling met deze telefoon met een vaste verbinding, is er een autotelefoon met een draadloze verbinding. In beide gevallen zorgen elektronica en complexe communicatienetwerken voor perfecte verbindingen. Op kantoor vinden we naast de telefoon de fax. Een mooi voorbeeld van een praktische toepassing van telematica. Voordeel van de fax is dat de op papier geschreven of gedrukte tekst via een telefoonlijn naar een andere fax verzonden kan worden. Heeft u al eens in plaats van een telefoniste een sprekende computer aan de telefoon gehad? Welkom bij Jim. U spreekt met bestelservice per computer. Toets of draai een 0 om verder te gaan. Toets of draai uw knopnummer. Deze manier van communiceren noemen we voice response. De sprekende computer vraagt u bepaalde toetsen op uw telefoontoestel in te drukken. Hiermee wordt een programma in de computer gekozen en geeft een gedigitaliseerde stem vanuit het geheugen van die computer antwoord. Dank u voor uw bestelling. Binnenkort krijgt u hierover bericht. En graag tot een volgende keer. Videotex is weer een andere groep van telematica toepassingen. Ze wordt in het algemeen gebruikt voor het raadplegen van gegevens. In eerste instantie was Videotex bedoeld voor het grote publiek. Maar wordt nu meer en meer gebruikt voor professionele toepassingen. Zo wordt de APK-keuring van uw auto door uw garage afgemeld via een videotextterminal. In de transportbranche wordt lading of laadruimte aangeboden of gevraagd via Teleroute. Een soort elektronische marktplaats van handel in lading en laadruimte. Ook dit is een videotextoepassing. Goedemiddag, u spreekt met Jelly van Schijk. Ik wilde graag wat informatie over sparen voor later van levensverzekeringen. En dat wilt u op het tv-scherm zien? Ja, graag. Als u dan pagina 218 voor u wil nemen. 218? Dan zal ik de gegevens aan u doorsturen. De kijktelefoon is ook een vorm van videotext.
Ze is een combinatie van de teletextpagina's op uw tv en de telefoon. U kunt hiermee allerlei verzekeringen laten berekenen, specifiek voor uw omstandigheden. U krijgt dan de resultaten op een aan u toegewezen teletextpagina. Electronic mail, ook wel e-mail of elektronische post genoemd, is alweer een volgende toepassing op het terrein van de telematica. U bent met uw personal computer aangesloten op een communicatienetwerk. In dat netwerk is een computer aanwezig met een groot aantal postbussen. U heeft een postbus gehuurd en u kunt 24 uur per dag via uw pc berichten versturen naar andere elektronische postbussen en ook weer ontvangen. Vaak is zo'n e-mailnetwerk gekoppeld aan andere netwerken en is communicatie wereldwijd mogelijk. Een ander soort elektronische post is telebankieren, waarbij door middel van beveiligingsmethoden als pincodes en wachtwoorden de zekerheid wordt gecreëerd dat het juiste bedrag wordt overgeboekt naar de juiste rekening. U bankiert thuis of op kantoor en bepaalt zelf op welk tijdstip van de dag u uw bankzaken wilt regelen. EDI, dat Electronic Data Interchange betekent, is een gestructureerde vorm van gegevensuitwisseling tussen computersystemen en wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen productieprocessen tussen toeleverancier, producent en afnemer onderling worden afgestemd, zodat producten precies op tijd kunnen worden geleverd. De ontwikkelingen staan niet stil. De smartphone is een nieuw type intelligent telefoontoestel, de combinatie van een gewoon toestel, een ingebouwde computer met beeldscherm en een communicatiefaciliteit. Het is uitstekend geschikt om te telebankieren zonder het ingewikkelde gebruik van een computer. Ook kunnen andere databankdiensten geraadpleegd worden. Er zijn hoge verwachtingen ten aanzien van het toekomstige gebruik van de smartphone. Maar een nieuwe ontwikkeling meldt zich alweer aan. Als je een fax wil versturen, begin je gewoon met schrijven. Eigenlijk net zoals je gewend bent op een standaard stuk papier. De Personal Digital Assistant. Het apparaat kan uw handschrift herkennen en belt desgewenst iemand voor u op. Met dit apparaat kunt u draadloos communiceren met anderen. U kunt op een eenvoudige manier een fax versturen. Deze telematica productengroep staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling en verwacht wordt dat u in de toekomst met deze apparatuur onder andere draadloos kunt faxen en telebankieren. Dat telematica ver kan gaan, bewijst virtual reality. Deze toepassing geeft u onder andere de mogelijkheid om te vergaderen met personen op afstand. Een soort geavanceerde televergadermethode. Hierbij kunt u schijnbare voorwerpen aan alle kanten bekijken en schijnbaar vasthouden. Als u dan ook nog elkaar de hand kunt schudden zonder dat de persoon echt aanwezig is, kunt u zich voorstellen dat op het gebied van de telematica toepassingen het einde voorlopig niet in zicht is. Zetten we al deze telematica diensten, producten en toepassingen nog eens op een rijtje, dan wordt pincode gebruikt in het betalingsverkeer. Wordt de telefoon gebruikt bij het overbrengen van spraak. De fax voor het verzenden van berichten, dus verzenden van tekst en beeld. Voice response wordt gebruikt voor het plaatsen van orders. Videotext wordt in het algemeen gebruikt voor het raadplegen van databanken. Ook voor APK-afmeldingen, voor teleroute en voor de kijktelefoon. De smartphone zal onder andere worden gebruikt bij het telebankieren. Electronic mail is in feite een elektronische postbus. Electronic data interchange is een systeem om bijvoorbeeld de communicatie in een productieketen te optimaliseren. De personal digital assistant is voor puur persoonlijke werkzaamheden waarbij u moet denken aan het eenvoudig schrijven van teksten, faxen, het maken van telefoonverbindingen en het bijhouden van de agenda. We staan hier aan de oever van de Rijn, een belangrijke waterweg in Nederland. Het verschepen van goederen is een belangrijke bedrijfstak in Nederland. De communicatie tussen bijvoorbeeld het schip en de verlader is erg belangrijk. Hoe sneller de juiste informatie op de juiste plaats is, hoe eerder er gereageerd kan worden. Daarom hebben de waterwegen en de scheepvaart ook te maken met telematica.
De gebroeders Broeren in Dordrecht houden zich onder andere bezig met de riviertankervaart. Ze vervoeren hoofdzakelijk vloeibare chemicaliën. Om de communicatie tussen schip en wal goed te laten verlopen, maken ze gebruik van een elektronisch postsysteem, in het spraakgebruik aangeduid als e-mail. De verbinding vindt plaats door middel van een autotelefoonnetwerk met datacommunicatiefaciliteiten. De naam van dit netwerk is Waternet en is gestart in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Waarom is het voor de reder nodig om te kunnen communiceren met zijn schepen? Tussen de kapitein en de wal zijn nodig vooral de opdrachten die wij van onze klanten krijgen, die we door moeten geven aan de kapitein, waarin we dus informatie verstrekken ten aanzien van de laadplaats, de losplaats, de soortlading, de gevaren die daarmee samenhangen, de aanvullende instructies die daartoe voor nodig zijn. Daarnaast hebben wij vanuit het kantoor informatie nodig om die uiteindelijk weer terug te kunnen spelen naar onze klanten toe, maar ook ten behoeve van onze administratieve verwerking. De Dordrecht 24 is een van de 15 binnenvaartschepen uit de vloot van deze rederij. Kapitein Manshanden is onderweg met een lading chemicaliën naar Worms in Duitsland. Een paar keer per dag maakt hij contact met Waternet. Hij kan dan bijvoorbeeld de actuele weerberichten opvragen. Ook bekijkt hij regelmatig de waterstand van de Rijn op de verschillende plaatsen langs de vaarroute. Waternet biedt hem ook de mogelijkheid om de openingstijden van bruggen en sluizen op te zoeken en stremmingen van de vaarwegen te raadplegen. De kapitein kan op die manier zijn vaarschema aanpassen aan de omstandigheden. Vanuit het kantoor in Nederland wordt intussen een nieuwe laadopdracht gegeven. Via het draadloze telefoonnet wordt dit bericht opgeslagen in de elektronische postbus van de Dordrecht 24. Zo nu en dan kijkt de kapitein in zijn postbus en vindt dan onder andere dit bericht. Waarom gebruiken ze daarbij e-mail? Wij gebruiken daarbij e-mail omdat we voorheen onder andere telefoonverbindingen gebruikten en daarnaast faxverbindingen gebruiken. Het bleek dat de bereikbaarheid niet altijd mogelijk was, dat wel dat de kapitein niet altijd op zijn plaats was. En e-mail geeft de mogelijkheid om voor de kapitein om op ieder gewenst moment de nodige informatie op te vragen. Door een verandering in het vaartprogramma is het noodzakelijk dat er een extra bemanningslid aan boord komt. De kapitein heeft om nog een stuurman gevraagd. Op het kantoor in Nederland wordt actie ondernomen en hij krijgt via Waternet antwoord. Willem, we krijgen Leo aan boord in Duisburg. Alle schepen geven iedere ochtend hun positie door aan het kantoor. Dat vervangt een hoop getelefoneer van vroeger. Ook stuurt de bemanning uurstaten via het netwerk door. De salarisadministratie heeft hierdoor actuele gegevens. De laad- en losrapporten worden ook via Waternet doorgegeven. Als er meningsverschil is over het gewicht van de lading, kan er dezelfde dag nog een bezwaarschrift, letter of protest, worden verstuurd naar de laadplaats. Omdat de gegevens nu veel sneller dan vroeger bekend zijn op kantoor, kunnen de rekeningen eerder worden opgemaakt. De bemanning gebruikt Waternet ook om bij te blijven op binnenvaartgebied. En dagelijks is er een elektronische krant beschikbaar. E-mail kan ook worden gebruikt om berichten te sturen aan het meld- en volgsysteem van Rijkswaterstaat. Gegevens over de aard van de lading, de te volgen route, de laadplaats en de losplaats worden dan gemeld aan de verkeerspost van Rijkswaterstaat. Hierdoor kan de overheid in geval van calamiteiten regulerend optreden en snel de juiste en actuele informatie geven aan brandweer en politie. Dit komt de veiligheid van de scheepvaart en haar omgeving ten goede. Welke investeringen heeft u moeten doen om dit te kunnen realiseren? We hebben vooral moeten investeren in de software, het zorgdragen dat de verschillende systemen die binnen het bedrijf gebruikt worden ook toepasbaar zijn in dit netwerk. Daarnaast hebben we dus op de vloot moeten investeren in extra telefoonapparatuur, interfaces en PC-apparatuur.
Dat zijn de voornaamste investeringen. Welke opleiding en of omscholing heeft u moeten doen voor het personeel? In het kader van dit project, wat een project is van Verkeer en Waterstaat, is er bij de installatie van het systeem introductie gegeven door Koppers en Leibrand. Daarnaast is het noodzakelijk om de individuele personen vanuit het kantoor de nodige begeleiding te geven bij het gebruik van deze apparatuur. Welke toekomstige ontwikkelingen verwacht u op dit terrein nog? De toekomstige ontwikkelingen op dit terrein die zullen in mijn optiek veelzijdig zijn. We zien steeds meer een ontwikkeling dat verladers onder andere e-mail gaan gebruiken. Waar wij dan in principe op aan kunnen sluiten. Daarnaast is er ook een ontwikkeling die ertoe gaat leiden dat steeds meer zaken die bij de vervoerder thuis horen, ook bij de vervoerder neergelegd gaan worden. Dat betekent dat je moet zorg dragen voor betere informatiestromen naar klanten toe, waardoor je op dat gebied een stukje extra serviceverlening kan laten plaatsvinden. In de zeevaart zien we een ontwikkeling waar men steeds meer de lading van moment tot op moment aan het volgen is. En dus bijvoorbeeld vanuit New York, men wil supervisen waar de lading exact is. En daar past telematica ook zeer goed in, juist in het deur-to-door transport. Het gebruik van e-mail in de binnenscheepvaart blijkt dus een waardevolle bijdrage te leveren tot het efficiënt ondernemen in deze sector. Maar welke ontwikkelingen zijn er nog meer? En waarom is telematica nou zo interessant voor het midden- en kleinbedrijf? Nou, het midden- en kleinbedrijf heeft meestal niet ter beschikking dezelfde investeringsmiddelen als zeer grote bedrijven. En daarom willen dergelijke bedrijven liever ze concentreren op hoofdzaken en niet al te veel bijzaken erbij nemen. Het aardige van telematica is dat de tele krijg je eigenlijk van het grote netwerkbedrijf, de PTT, of straks de concurrenten van de PTT. En dat kan je dus gewoon inkopen voor een tarief, maar niet, daar hoef je niet in netwerken te investeren. Als je als ondernemer dan je kan concentreren op datgene wat direct voor je eigen onderneming van belang is, het kopen van computers of het hebben van andere automatische middelen, ja, dan zie je dat het voor het midden- en kleinbedrijf een extra voordeel is dat er zoiets is als grote telematische voorzieningen in de grond. Welke invloed heeft naar uw mening de telematica op het zakenleven? Ja, daar is het misschien leuk om de betekenis van informatie voor het ondernemen eigenlijk even wat algemener te stellen. In de jaren, twee eeuwen geleden ontstond het grote bankiershuis, de Rothschild-familie in Europa. En die zijn eigenlijk, dat huis is eigenlijk groot geworden tijdens de Napoleontische oorlogen. En hoe werden ze nu groot? Door altijd sneller te weten hoe het gegaan was op het slagveld. Daar zorgden ze voor met een ingewikkeld, maar toch wel heel doelmatig netwerk van postduiven. En zo wisten ze bijvoorbeeld hoe het gegaan was bij de slag van Waterloo. En konden ze aandelen kopen, CQ verkopen op het meest geschikte moment. Nou, dat is één voorbeeld hoe de in de bankwereld toen ging. Nou, als je niet met postduiven doet, maar met een modern netwerk, zie je wel in dat het heel goed kan zijn om net even voor je concurrenten ter plekke te zijn. Gelukkig hoeven wij het niet meer met postduiven te doen. Maar wat we hieruit geleerd hebben, is dat we wel nieuwe mogelijkheden moeten gebruiken om de concurrentie voor te blijven. In het programmaonderdeel over de binnenscheepvaart werd u geïnformeerd over het werken met elektronisch mail. We willen u nu een ander telematica systeem tonen, namelijk Electronic Data Interchange, in het spraakgebruik afgekort als EDI. Wat is het verschil tussen beide systemen? E-mail is een min of meer ongestructureerde vorm van informatieoverdracht. Memo's, brieven en berichten kunnen op alle mogelijke manieren worden getypt en verzonden. De verzender zorgt dat het bericht in de postbus van de geadresseerde terechtkomt. De ontvanger kijkt bij gelegenheid in zijn postbus en vindt daar het bericht, maar kan ook berichten van anderen tegenkomen. Antwoord geven op de berichten gebeurt in omgekeerde volgorde.
EDI, of Electronic Data Interchange, is een gestructureerde vorm van informatieuitwisseling tussen computersystemen. Met dit systeem is de gebruiker strikt gebonden aan een vast patroon en wordt gebruikt voor het voeren van bedrijfsprocessen. Onder andere voor het plaatsen van orders en afroepen. Er zijn voor elke branche elektronische standaardformulieren. Ze zijn te vergelijken met een belastingformulier met vaste patronen en indeling. Bij berichtenverkeer bijvoorbeeld in de keten toeleverancier-producent-eindgebruiker wordt direct gecommuniceerd tussen de computers van de betrokken ondernemingen. Een order van de eindgebruiker kan via de producent en zonder tijdverlies direct uitmonden met het in werking zetten van het productieproces bij de toeleverancier. Veel productiebedrijven kunnen niet meer zonder deze vorm van informatieuitwisseling. Bij White Products in Oudenbosch wordt draad en kabel gemaakt. De kabel wordt weer gebruikt om kabelbomen samen te stellen. Deze worden onder andere weer geleverd aan de automobielindustrie. Wat betekent voor hun EDI in het kader van de logistieke problematiek? De markt, onze klanten, die stellen steeds hogere eisen aan onze logistieke performance. Wij moeten steeds, de markt die vraagt dat wij steeds sneller gaan leveren, kortere levertijden, we moeten just in time leveren. Dat betekent op de juiste tijdstip bij de klant. De klant die wil dat ze dan ook direct aan zijn lopende band hebben. Dat betekent dat de kwaliteit van het product zeer defect moet zijn. We moeten zonder fouten kunnen leveren direct bij hem aan de band. Waarom werd u eigenlijk gestart met een proefproject op het gebied van EDI? Een aantal jaren geleden is er in Nederland een belangenvereniging opgericht. Een belangenvereniging Odette, die inmiddels een EDI-protocol berichten ging uitwisselen in de, met name in eerste instantie in de automotive markt, tussen uitbesteders en toeleveranciers. White die werd door toeleveranciers, door onze uitbesteders, onze klanten benaderd om mee te doen aan dat project. En inmiddels waren we zelf al, hadden we de overtuiging om dan ook inderdaad daarin mee te gaan doen, omdat wij middels EDI denken een aantal van de logistieke performance prestatieindicatoren sneller te kunnen doen. Wat wij op dit moment hebben op het EDI-gebied met berichten uitwisselen, is dat wij middels EDI onze, de orders van onze klanten ontvangen. Wij verwerken deze orders in onze systemen en daar baseren wij op ons productieschema. Op het moment dat dan de klant, en dat kan soms 24 uur voor aflevering, een wijziging wenst in de aflevering, in de aantallen of in het tijdstip waarop dat geleverd moet worden, dan ontvangen wij ook dat EDI-bericht, verwerken wij in onze systemen. En er wordt vervolgens een productie, indien dat van toepassing is, een productieaanpassing gemaakt. Het productieschema gaat naar de werkvloer toe. En we maken die producten die de klant op dat moment wenst. Om nu ook het mogelijk te maken bij de klant dat de versnelling ook in het ontvangst van de goederen ontstaat. Dan moet je dus zorgen dat je de informatie met betrekking tot de goederen die je aan gaat leveren, dat je die ook meelevert met de goederen. Is het Odette transportlabel ontworpen en ingevoerd. En op dat transportlabel, daar hebben wij gegevens mee met betrekking tot de klant, het artikel en zelfs de locatie waar dat de goederen van de klant, waar dat hij die goederen wil hebben. Op die manier kan hij middels het ontvangen van de goederen, het lezen van de barcode die op dat label staat met een leespen, brengt hij de goederen direct aan de lopende band in zijn productie. En kan hij die door middel van het lezen kan hij heel snel door middel van geautomatiseerde systemen zijn locatie zoeken waar dat de heftruckchauffeur de goederen moet brengen. Dat hebben wij op dit moment middels EDI operationeel. Heeft de invoering van EDI ook consequenties gehad voor u in de organisatie? Binnen de organisatie moet je op het moment dat je met EDI berichten gaat wisselen, moet je uitwisselen, moet je de discipline opvoeren. Dat betekent dat je procedures en je werkinstructie ook op EDI berichten aan moet gaan passen. Daarnaast heb je het punt dat je met de mensen die met EDI-berichten gaan werken, die krijgen iets anders in de handen. Normaal ziet men papieren binnenkomen middels de post. Nu ziet men dat bericht ziet men op een beeldscherm verschijnen. Op het moment dat men, je moet dus dan gaan vertellen wat er dan gebeurt. Dat kun je doen door middel van de hulpmiddelen die we aangereikt krijgen van de Odette-vereniging. En een opleiding voor de mensen die ermee werken, de basisopleiding met PC-gebruik, is voldoende om de mensen EDI-berichten uit te kunnen laten wisselen. Welke verdere ontwikkelingen verwacht u voor White Products op het gebied van EDI? Wij verwachten dat EDI-berichtenuitwisseling net zo gemeengoed wordt als op dit moment de telefoon en de telefax.
Wij zijn dan ook zeker van plan om verder te gaan met het nog meer EDI-berichten uit te wisselen. Op dit moment doen we dat voornamelijk met onze klanten, maar we zijn zeker ook van plan om dat met onze leveranciers te gaan doen. Vervolgens verwachten wij dat we ook nog andere soortige berichten gaan ontwikkelen dan wat we nu doen. Op dit moment is het voornamelijk met betrekking tot orders, afleveringen en dergelijke. We verwachten ook dat we het factureerproces middels EDI gaan doen. En verwachten daarnaast dat we ook andere zaken gaan middels EDI gaan uitwisselen. Te denken valt dan aan CAD-CAM systemen, Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing. Op deze manier, door snelle berichten uit te wisselen, kun je die cretologie van co-design ook daadwerkelijk echt invoeren. Je koppelt de computers van onze engineers en de engineers van de klanten, je koppelt je aan elkaar en daarmee kun je snelle berichten uitwisselen. Wat hebben we nu geleerd in deze eerste uitzending van Zaken doen met Telematica? Telematica is het samenvoegen van telecommunicatie en informatica. Vroeger stond de informatica, anders gezegd de automatisering, los van de telecommunicatie. De computer had niets te maken met de telefoon. Nu zijn de informatica en de telecommunicatie stap voor stap in elkaar geschoven, waardoor nieuwe producten en diensten zijn ontstaan, waarvan het bedrijfsleven de nuttige elementen moet selecteren om de concurrentie het hoofd te bieden. Stilstaan is achteruitgang. Dat blijkt vaak noodlottig te zijn. Voor de particulier ontstaan veel nieuwe diensten en producten, waarbij vooral het gemak en de snelheid van informatieuitwisseling steeds meer naar voren komen. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn er nuttige telematica-diensten te vinden. Zeker nu de concurrentie hevig is en in de meeste gevallen de marges klein zijn. De voorbeelden van e-mail in de binnenscheepvaart en de EDI in de productieomgeving zijn duidelijk. Nieuwe telematica-diensten vragen om nodige kennis. Telebankieren bijvoorbeeld gaat niet vanzelf. E-mail vraagt om de discipline om dagelijks in je postbus te kijken. En EDI-projecten vragen vaak meer tijd dan we verwachten. Telematica is kennisintensief, vandaar deze cursus. En het cursusboek dat dieper op deze materie ingaat. Als u de volgende 5 lessen blijft kijken, wordt u beloond met kennis over het hoe en waarom van telematica diensten en producten. Vooral voor u als ondernemer, met veel voorbeelden uit de praktijk en met adviezen. Ik hoop dat dit eerste programma u nieuwsgierig heeft gemaakt. In het volgende nemen we een kijkje in de wereld van de dienstverleners, die de telematica nu al elke dag gebruiken. We komen dan bij een reisbureau, we gaan naar een garagebedrijf en we praten over voice and spots. Is dit het einde van de bestelling, kies dan een 0. Dank u voor uw bestelling. Binnenkort krijgt u hierover bericht. En graag tot een volgende keer. In dit boek concrete informatie over verschillende telematica toepassingen, methodes om te bepalen welke toepassingen voor uw bedrijf geschikt zijn, een begrippenlijst en een diskette om uw kennis te testen. Maak 125 gulden over op Giro 54 42 32 van Teliac in Utrecht en u krijgt het boek toegestuurd. Dus 125 gulden op Giro 54 42 32. Het is ook verkrijgbaar bij de boekhandel. Welke dienstverleners er zijn op telematica gebied en wat ze voor u kunnen betekenen, ziet u dus volgende week donderdag.